Dit was hun droom. Miljoenen mensen verlieten de Franse dorpen, de Russische steppen en Nederlandse geheuchten op weg naar een land met onbegrensde mogelijkheden. Al deze verschillende mensen hadden één overeenkomst. Ze lieten hun vaderland achter, in de hoop ellende, armoede, onderdrukking of zelfs vervolgingen achter zich te laten. Een van deze velen was Cornelis Streur. Opgegroeid in een groot gezin in het Utrechtse Meidrecht, vertrok hij in februari 1914. Cornelis vertrok samen met zijn jeugdliefde Catharina, haar moeder en haar broertjes en zusjes. Haar vader Peter Verboom was enkele maanden eerder naar Amerika gevlucht voor schuldeisers, om nooit meer terug te komen. Cornelis was wel van plan om terug te komen en liet zijn gouden ring en horloge achter. Hij zou zijn vaderland echter voorgoed verlaten. Zoon van een emigrant vertelt het waargebeurde verhaal over een jongen die leeft in een snel veranderende wereld en deel uitmaakt van een van de grootste volksverhuizingen in de geschiedenis van de mensheid. Hij schrijft zijn familie in Nederland over zijn ervaring. Maar ook over zijn zorgen. Hij trouwt, krijgt twee kinderen en is gelukkig. De families Verboom en Treur leven de Amerikaanse droom. Totdat een Spaanse griep, die miljoenen mensen het leven kost, ook het Noord-Amerikaanse Williamstown bereikt. Zoon van een emigrant. Te koop als paperback en als e-book